De reis van de held. Het probleem van de fietsensoep. Ambitie. Het doel van de reis. Wat willen we vandaag bereiken? Een oplossing op maat die logisch, simpel en helder is. Een sleutel tot het probleem. Organiseren, herordenen. Bedenken hoe het moet met budget. Verschillende invalshoeken om het probleem te bekijken. Creatief zijn. Een mooie oplossing bedenken. Optimisme, tevredenheid. Echt stappen zetten. En samen iets doen voor de reiziger. De hel. De beproeving. Wat zijn de obstakels? Besef, verschillende belangen, lasten en baten, invloed, heb je dat of heb je dat niet? Geld? Wie is er verantwoordelijkheid? Hoeveel wordt er verspild in de belangenverwikkeling? Aan geld en aan energie? Wie is er bereid om echt wat te gaan doen? Er is eigenlijk geen samenspel, er is geen regisseur, er zijn te veel partijen. Iedereen zit in een eigen hok. Uiteindelijk gaat het erom, wie is de fietser? Wat wil die? Dan gaan we door naar de elixir, de oplossing. Elixir, wat lost het op? Een grote discussie duurt jaren. Gewoon beginnen kan nu. Een voorbeeldcase, lokaal, met een aanvoerder die duidelijk leiding heeft en regie. Mensen in het team vragen zich af wat hun rol is en wie kunnen we er eigenlijk bij betrekken. Samen informeren, kennis delen en zo kom je op een hoger niveau. Een open gesprek voeren. Klein beginnen en groot laten groeien. Ontschotten in plaats van al die losse partijen lekker samenwerken, verantwoording nemen en op den duur een convenant sluiten. Het doel is een tevreden klant. En het uitgangspunt is de fietser. Wat wil die?